Ja, dit zijn toch de video's die ik het liefst maak. Vroeg in de ochtend, na niet de hele nacht, maar gedeeltelijk de nacht doorgewerkt te hebben. Ook in Amerika software te promoten. Maar we hebben nu een nieuwe website, die heet overaltevinden.nl. En die hebben we eigenlijk gecreëerd. En we, dat is ik en een team waar ik mee samenwerk. Dat is dan een programmeur en een designer. Ik weet niet zeker of ze het leuk vinden om hun namen te noemen. Daarom doe ik het nu eventjes niet, maar anders zou ik dat graag doen. Maar we hebben met z'n drieën een website ontwikkeld om een softwareprogramma wat we jarenlang hebben ontwikkeld en heel veel geld en energie hebben ingestoken om dat uit te proberen. En de website die heet overaltevinden.nl. En overaltevinden.nl is eigenlijk een website waarop mensen hun diensten en hun goederen kunnen promoten. Het is een promotiewebsite. Maar we hebben een categorie gecreëerd om dat eerst uit te proberen. En dat heet dat gaat over boten. Dus wanneer je een boot te koop hebt, dan kun je op overaltevinden.nl 3 pakketten kopen. Zodat wij u helpen uw boot sneller te verkopen. Maar mijn punt van dit videootje is het humaniseren. Het humaniseren, kijk even naar mijn notities, want het is een moeilijk woord. Het humaniseren van objecten zoals boten, vakantiehuisjes, klassieke auto's, horloges en wat dan ook, is helemaal in. Dus wat de insteek is op overaltevinden.nl, die anders is als al die andere botenverkoopwebsites en jachthavenwebsites, is dat wij uw boot gaan humaniseren door middel van uw boot een eigen webomgeving te geven, een eigen Facebookpagina, een eigen social media platform, zodat de boot als het ware een persoon wordt. Dus boten, huisjes, klassieke auto's, motoren, horloges en dergelijke, die worden al meer gehumaniseerd middels eigen accounts aan te maken op Facebook, LinkedIn, Twitter, Google Plus en dergelijke. En vooral ook een YouTube kanaal aan te maken. Specifiek alleen voor de boot om daar video's op te zetten. En wij creëren ook een hele mooie pagina die helemaal over de boot gaat. En zo krijgt de boot een eigen leven. Het voordeel daarvan is, en dat is niet te onderschatten, is dat je dus een eigen webomgeving, een eigen webadres krijgt van de boot in dit geval. Die ook als log, als online representatie gebruikt kan worden om leuke video's op te zetten. Om de historie van de boot op bij te houden. Dus video's te maken van de staat, van de onderhoudsbeurten die de boot heeft genoten. Van de investeringen die u heeft gedaan aan de boot. En die allemaal even met de smartphone op video vast te leggen met commentaar erbij. En die op de boot website, wij noemen dat dan een productpagina, te zetten, zodat de boot een eigen leven krijgt en die ook makkelijker te verkopen is wanneer dat zover is. Dus als voorbereiding om de boot te verkopen hebben we ook een zeer uniek project in elkaar gezet op overaltevinden.nl met boten in dit geval. Maar het humaniseren van uw boot heeft vele, vele voordelen. Niet alleen kunt u ook plezierige video's dan op uw eigen website, op uw eigen webomgeving zetten, die het aantrekkelijker maakt voor de toekomstige koper of het familielid die het overneemt. Het is een stukje erfgoed wat je mee kunt geven met de boot. En ik garandeer zelfs dat je het mee kunt verkopen. Dus wanneer je de boot verkoopt, kun je natuurlijk ook zeggen, luister, we hebben ook een hele webomgeving en een hele weblog van de boot, waarmee de boot ook zijn eigen leven krijgt en die u ook bij kunt houden. Wilt u dat erbij kopen of we geven het erbij, zodat het ook meer toegevoegde waarde krijgt. Dus overal te vinden gaat er heel anders mee om. Wij humaniseren objecten, zoals boten in dit geval, maar we openen nieuwe categorieën nadat boten succesvol is gebleken. En dat is eigenlijk mijn berichtje. Dus dit is het ochtendvideootje. Wat heel veel lesjes in zich heeft. Want wanneer je echt gaat realiseren dat het humaniseren via social media en via online representatie van objecten het makkelijker maakt te verkopen in een recessie, dan ga je zonder meer nu naar overaltevinden.nl wanneer je een boot hebt en die je in de toekomst wilt verkopen. Of wanneer je een boot hebt die je nu wilt verkopen. Of wanneer je een boot zoekt, dan ga je nu naar overaltevinden.nl. Ga je daar naar kijken.
En ben je heel slim en koop je een van onze pakketten. Dat wij al het werk voor jullie doen. Zodat u veel sneller, veel effectiever en veel leuker uw geld binnenkrijgt. Om in deze recessie misschien iets anders te doen. Of de boot aan iemand anders te gunnen. Dus overaltevinden.nl gaat heel andersom met social media, met online representatie, met het in één keer klaar zijn van het online zijn van de boot. En wij gaan daar absoluut mee verder en gaan er een wereldwijd project van bouwen. Want we hebben software achter overaltevinden.nl die heel uniek is, patentwaardig en wat ingezet wordt voor uw boot, om uw boot sneller te verkopen in deze recessie. En dat is uniek. We zetten uw boot in één keer op 8, 14 of 20 websites. En leiden dan ook echt traffic, oftewel bezoekers, naar uw boot. En niet naar de website waar uw boot op verdwijnt tussen al die andere duizenden websites. Dit is target marketing, social media en het humaniseren van waardevolle objecten. Wat helemaal in is via social media platforms, video. En ook vooral personal branding, want het zou leuk zijn wanneer u zelf even uw gezicht laat zien op het videootje. Zodat de toekomstige kopers echt kunnen zien met wie ze te doen hebben. En wij zorgen wel voor dat er verbindingen komen met de bestaande jachthaven-eigenaren, met de bestaande makelaars en dergelijke. Het is geen competitie, het is een heel andere aanpak. Overal te vinden, .nl. Klik het linkje, zeg het voort, retweet, join, laat uw e-mailadres achter. En wij zorgen ervoor dat u overal te vinden bent. Tot snel!